Hey, dit is een simpele mock-up om te laten zien hoe wellicht functionaliteitenkaart kunnen gebruiken, of in ieder geval om de gedachtevorming daaromheen te stimuleren. Nou, in deze mock-up kom je binnen bij een welkomstpagina en vervolgens wordt je gevraagd binnen welk van de vier sectoren je werkzaam bent. Omdat we vier dialecten van de kaart hebben gemaakt. Stel, je klikt basisonderwijs. Korte uitleg. Stel dat ik geïnteresseerd ben in beheren en arrangeren van leermiddelen. Dan klik je door naar beheren en arrangeren van leermiddelen. Een korte uitleg en dan krijg je een overzicht van de clouddiensten die hiervoor reeds in gebruik zijn binnen de instellingen. In dit geval 3, Jinzi, Wikiwijs, Wikibooks. En hier kun je klikken als je informatie wil hebben over relevante standaarden met betrekking tot beheer en arrangeren van leermiddelen. Die standaarden die hebben dus betrekking op in principe op alle clouddiensten die onder dit proces vallen. Nou, stel ik wil eerst iets weten over Jinzi. Klik ik daarop, kom je op een overzicht van korte beschrijving van Jinzi, de URL waar je naartoe kan gaan en de referentie en waar je kan vragen naar de ervaringen daarmee. Stel dat je wat meer wil weten over de relevante standaarden, klik je standaarden. Korte uitleg relevante standaarden voor het ontwikkelen en arrangeren van leermiddelen. Bij het ontwikkelen en arrangeren van leermiddelen kunnen de volgende type standaarden van belang zijn. Bestands- en opslagformaten, metadatering, uitwisselbaarheid van content, uitwisselbaarheid van items en toetsen. Dit heb ik gejat uit een bestaand document hoor. Stel, ik ben geïnteresseerd in metadatering, klik ik. Word je doorgeleid naar metadatering, krijg je vervolgens een overzicht van de betreffende metadata-standaarden die in Nederland gebruikt worden. En dan zou je in principe op ieder daarvan weer kunnen klikken om daar meer informatie over te krijgen. Dit is een navigatiestructuur van doorklikken. En in principe zou je iets dergelijks ook op papier kunnen doen. Alleen dan moet je een navigatiestructuur op papier zien te bedenken. En dat zal iets worden van een combinatie van tabellen en gewoon lijsten met paginanummers waar je vervolgens moet gaan kijken. Oké, bedankt.